Breda Nu. Je weet het meteen. Dames en heren, hier is uw gastheer Johan Spinhoven met Studio NAK. Voetbalschoenen, al jarenlang geouwehoer over kleuren voetbalschoenen dat ze zwart zouden moeten zijn. Dat is helemaal niet waar, want vroeger waren ze gewoon bruin. Morientes, Kiko, Alfonso stonden er allemaal gekleurd op. Ja, wat mij betreft zou ik NAK adviseren, laat je spelers allemaal spelen op gele voetbalschoenen. Dit is Studio NAK. Arno Verschuren, dit jaar heb ik je ook al interview gehouden. Nog steeds tevreden bij NAK? Ja, heel tevreden. Leuke club hier, dus ik vind het helemaal goed hier. Nou, zo dat België heeft zich gekwalificeerd voor Rusland. Kom je voor op de lijst? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we daarvoor iets hoger gaan moeten spelen. Het is een schitterende selectie die België nu heeft. Hopelijk doen ze het goed op het WK, zodat we wel trots kunnen zijn. Ja. Kom je überhaupt nog wel eens kijken vanuit de Belgische voetbalbond bij jou? Volgens mij wel. Ik denk dat ze ook wel op de hoogte zijn van Breda. Dat ze regelmatig wel in het stadion zitten om de prestaties te kijken. Ja. Voor de supporters, je contract loopt af of loopt het nog door? Het loopt nog een jaar door, ja. Dus als middenvelder of als laatste man sowieso nog te bewonderen bij NAK? Ja, normaal gezien wel, ja. In het oprichtingsjaar van NAK, 1912, telt Breda niet meer dan 20.000 inwoners. Het leven in de stad is sober en er moet hard gewerkt worden om het hoofd boven water te houden. Buiten carnaval en de jaarlijkse Sinterklaasintocht is er alleen het wekelijkse voetbal om de zinnen te verzetten. NAK is heel succesvol aan het begin van de 20e eeuw. Naast de zuidelijke kampioenschappen van 1924, 25, 27 en 36... beleeft de club in 1921 haar grootste succes uit de clubhistorie. NAK wordt algemeen kampioen van Nederland. Op 29 mei 1921 verslaan mannen als Ome, Mertens, Piederiet en Walder Go Ahead met 3-0. De onbetwiste leider van NAK is dan Rad Verleg. Anton ofwel Rad Verleg neemt een speciale plaats in de geschiedenis van NAK. De Rad is op voetbalgebied een fenomeen. Als speler, als trainer en als bestuurder. Niet alleen in Breda, maar in heel Nederland wordt hij geroemd om zijn voetbalinzicht. Als wij naar MVV gingen en we gingen met die bus terug, dan kon hij uren over het voetballen praten, heel die reis. Het was iemand die net zo gek was met de voetballerij als Johan Cruijff. Alleen je kon naar Rad Verleg uren luisteren. Johan Cruijff ben ik nog nooit verder gebracht, 3 minuten. Rad Verleg voetbalt 19 jaar in het eerste elftal van NAK en komt 8 keer uit voor Oranje. In 1931 neemt hij afscheid als speler. Dat is inderdaad wel een goeie. Kunstmatig redeneren. Jo. Helemaal goed. Hij ziet er weer drinkbaar uit. Ziet er zo. Ziet er vers getapt uit. Lekker toch? Proost, hè? Proost, jongen. Op een bijzonder maandje achter de rug. Ja, want er was wel een gebeurtje. We verliezen vandaag Gilles om vervolgens bij Feyenoord te winnen, geloof ik. Dat zeggen ze dan altijd, hè. Als je dan verliest in de beker, dan kunnen we ons weer volledig op de competitie gaan richten. Nou, dat is natuurlijk een groot cliché natuurlijk, maar...
dan blijkt het nou weer. Ja. En nog geen 3 dagen later winnen we echt op historische wijze in de Kuip van Feyenoord. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja. Ja, een week later, ja. Maar ik dacht dat ik ook weer voorspeld. Ja, dat kan iedereen voorspellen natuurlijk. Op het moment dat NAC ergens stunt, echt amper 2 weken later of gaat een week later, he? Verliezen ze weer punten. En ik kan echt niet zeggen dat ze nou met de hoofd in de wolken liepen of zo. Of dat ze nog ergens in dromenland waren vanwege die overwinning in de Kuip. Ja, ja, zeker de eerste helft natuurlijk, hè, tegen ADO. Gewoon prima gevoetbald, hele goede eerste helft gehad. Ja. En de tweede helft, ja, valt het een beetje tegen, krijg je Beugelsdijk. Ja, die escort en even een elleboogje uitdeelt. Ja. Ja, er is natuurlijk ook wel iets bijzonders gebeurd in België. Dat is wat natuurlijk ook meebracht. En dat was natuurlijk de rode kaart van Vloed. Ja, ja. Want anders was het toch anders geworden, hoor. Precies, ja. Je ziet dus wel dat het echt wel verandert. Hè. Is op het moment dat Vloed, ik had dan 2 wedstrijden geschorst ging. En Manu Garcia mag er dan op. Ja, ik vind het wel een hele bijzondere uitwerking hebben. In ieder geval, hij staat op een plek waar hij zich helemaal kan ontplooien. Ja, op zijn sterke punt. En Garcia krijgt zijn bewijs, want heel de voetbalmedia Nederland zitten zijn vingers bij af te likken. Ja. Ik voel wel dat die ploeg nog niet in paniek is of iets dergelijks. Ze hebben nog steeds rust in de kop. Maar we kunnen deze afgelopen 4 weken wel afsluiten met een bizar. Met een overwinning in de Kuip. En die pakken ze dan ook nog af. Zondag 27 oktober 1974 speelt NAC uit op de Wageningse Berg tegen Wageningen. In de 19e minuut komt NAC op 0-1 voorsprong. Ruststand 0-1. Eindstand 1-1. Wie maakte het doelpunt voor NAC? Komt natuurlijk ook wel. Kijk, okay, we zitten allemaal commentaar te leveren op die keeper natuurlijk. En Birgitti, maar hij pakt natuurlijk wel een penalty. Ja. En dan hopen dat hij in ieder geval dat de komende wedstrijd ook nog een keer een paar ballen gaat pakken. Want straks komt Zwolle eraan, Venlo uit. Nou ja, dat zijn ook niet de makkelijkste tegenstanders natuurlijk. Nee, klopt. Het is gelukt met de keeper dat hij eigenlijk begint al langzaam in te komen. Maar je moet niet vergeten dat hij echt misschien een half jaar niet meer op een normaal niveau heeft gekiept. Überhaupt kun je je afvragen. In Australië heeft hij heel veel gekiept, maar in Engeland heeft hij vooral bij de tweede helft al gespeeld. Ja, dat is niet echt een noemenswaardig niveau en druk. Hij moet erin komen en ik zie hem wel groeien. En dat geldt ook voor zo'n Pablo Marie, zo'n verdediger. Die heeft ook gewoon de afgelopen half jaar bijna niks gespeeld. Die zie je ook gewoon elke wedstrijd beter worden. Het heeft gewoon tijd nodig. En iedereen moet zich gewoon kop over het koel houden. Want er komen echt een paar hele belangrijke wedstrijden aan. Dan Thierry Ambrose weer een beetje vorm krijgen en dan dat hij weer een paar of 5, 6 inschiet natuurlijk. Jammer, hè? Ik zie hem toch tegen als ik de wedstrijd tegen Roda ook weer eens terugkijk, denk ik van, oh jongen, dat je dat toch ongelukkig. Heeft toch iets met vertrouwen en vorm te maken? Ik hoop niet dat het al te lang duurt, want we hebben niet heel veel alternatieven. Hè? We hebben Ene Volsen, hè? Onze nieuwe Deen. Ja, ik kan niet zeggen dat hij al echt op niveau is. Dat zal pas tegen het eind van dit kalenderjaar zijn. Dat hij een beetje op conditioneel niveau is. Dat hij echt volwaardige stand-in kan zijn. Hoeveel puntjes gaan we nog halen tot halverwege november? Nou, Zwolle win je wel. Want Zwolle voetbalt zelf ook, dus dan krijg je nog ruimte. Ja, dan kan het weer wel. Ja. Utrecht gelijkspelletje, denk ik. Ja. Even Dessers eruit schoppen uit de wedstrijd. En tegen Venlo en Ajax, 6 punten natuurlijk. Ja, ik wou zeggen dat 6, 7 punten. En dan liggen we weer op koers voor Europa. Europa, handhaving wou ik zeggen. Maar Europa klinkt beter. Proost er daarop. Ja, de WK wielrennen achter de rug.
Nou ben ik goed bevriend met Craig van Avermaet, en jij ook. Ben je tevreden over hem? Ja, heel tevreden. Hij doet het heel goed. Dus, ik zie hem regelmatig als ik eens langs ga bij de kinesist in Antwerpen. Daar komt hij ook een beetje trainen, zich laten behandelen. Hij heeft heel goede stappen gemaakt. Dus, Ik heb wel eens de indruk, als jij geen voetballer had geweest, had je wielrenner geweest. Je broer ook bij de Lotteploeg, bij Lisol. Ja, het had er wel in kunnen zitten. Ik heb een paar wedstrijden meegereden ook vroeger. Veldrijden. En heb ik er toch 2 gewonnen. Dus ja, wie weet. Volg je dat dan op de tv? Of zeg je nou ook echt naar de criteria of naar de koers? Ik volg het meestal op tv wel. Omdat het ook een beetje tijdens de trainingen, tijdens de wedstrijden van ons is. Regelmatig ga ik wel eens kijken, omdat ook een goede vriend, Corné van Kessel, woont vlak bij ons, komt ook vaak bij mij thuis. Ga ik hem wel eens voor hem supporteren, ja. Als je geen voetballer zou zijn geweest, nou, niet het, ook geen wielrenner, en andere sporten die je zich echt volgen? Ik ben een goede loper, dus ik doe het eigenlijk niet zo graag, maar het zou me wel nog goed af kunnen gaan, ja. Volgend jaar afspreken samen de marathon van Antwerpen. Hopelijk niet, hopelijk voetbal ik dan nog, maar ja, wie weet. Monier, we hebben elkaar getroffen nog voor de wedstrijd NAC Feyenoord. Er is een hoop gebeurd ondertussen. Maar ook met Marokkaan zelf is er aardig wat gebeurd, hè? Ja, nee, klopt. Er zijn volgens mij één, als ze gelijk spelen tegen Ivorcus, dan zijn ze door naar het WK. Volgens mij voor het eerst sinds 1990 of zo, 19, in ieder geval echt lang geleden. Dus dat zou wel echt mooi zijn voor ons. En volgens mij is 11 november is de beslissingswedstrijd. En dan kleurt Nederland denk ik rood en groen. Het is trouwens wel zo dat het is ook heel veel gedoe eigenlijk, hè, van spelers die in Nederlands competitie spelen. Of ze nou wel bijvoorbeeld een Amrabat zouden spelen. Zeg je nou op een gegeven moment, nou, ik nu de kans zou krijgen om het 2K te halen, dan zou ik toch ook maar meegaan? Ja, tuurlijk. Nee, dat is een droom voor iedereen, denk ik. WK spelen, dat is geweldig. Maar goed, je moet ook realistisch zijn. En ik vind het gewoon belangrijk om nou te spelen. En het WK en nationale elftal, als international spelen, dat komt later wel, hoop ik. En, zolang je presteert, denk ik dat je beloond wordt. Dus nee, dat komt wel goed. Zelf blessurevrij? Ik ben fit, ja, zeker. Dus vorige week toevallig had ik al wat last van mijn enkel, maar dat was niks ernstigs. Ben ik gewoon rustig binnengebleven en ik ben gewoon fit. Dus, Nou, waar ik me eigenlijk volgen dat ik het wel leuk vind, ook zeker dus met Marokko, omdat ik heel goede contact heb, ook met Fouché Mesjoude onder andere. En de Atlas Lions. En wat mij betreft naar Rusland, hè? Ja, nee. We zijn ver gekomen, dus nu moet je het ook... Moet je het ook echt doen, zeg maar. Je moet ook, Ivorcus is gewoon een lastige ploeg. Dus, zeg je dat trouwens op zo'n Marokkaans, niet lullen maar poetsen? Pff, zo. Nee. Ja, dit wordt ondertiteld, hè? Nee. Nee, ik weet niet. Ze moeten gewoon gaan, ze moeten gewoon knallen. Dus, maar ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in. Ze hebben een goede ploeg staan. En Ziyech is nou ook gewoon, hij doet zijn ding bij het Marokkaanse elftal, Amrabat ook. En volgens mij heeft Soufiane Amrabat van Feyenoord heeft ook voor, nog niet officieel hoor, maar voor Marokko gekozen. Dus ze hebben een leuke ploegje staan. Blijf je volgen, jongen. Is goed. Yes. In onze laatste uitzending de quiz NAC tegen Feyenoord. 1-0, 1974. En degene die dat goed had ingevuld is Kevin Rijvers. Mooi achternaam trouwens. Uit Breda. Hij wint hiermee 2 toegangskaarten voor NAC. Trouwens, ik krijg nu even een appje binnen. Even kijken. Dat is wel leuk. Bedankt voor je felicitatie en succes met Studio NAC, met je opname. Wilfred Gené. Nou, dat vind ik toch wel prettig dat hij dat ook doet in ieder geval. Nogmaals, jullie hebben kunnen kijken naar Studio NAC, de parel van het zuiden. Wat mij betreft, de mazzel. Zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Breda Nu. Je weet het meteen.